More Backstage. Kijk dames en heren, More Backstage. We zijn vandaag in Bokrijk en ik sta met enige echte Sjaan Dont. Sjaan, aanwezig. Sjaan, wat heb jij in godsnaam te maken met de Wat ik te maken heb, is dat ik het themanummer Voor Geen Goud heb ingedrumd en ook ingezongen. En dus nu ben ik dat hier op het event live komen zingen dan. Hè. Ja, De Vijfde Boog, dat is een televisieserie. Ja. Heb je ook de serie gezien? Ik heb één aflevering gezien om eens te weten voor welke serie ik de soundtrack heb ingezongen. Ja, en heel snapshot, hier in Bokrijk is er ook een activiteit waar dat men dus kan komen zingen. Maar ik kan met jou dat nummer zingen, dat op zo'n tekst. Karaoke, zo. Karaoke, ja. Straf. Ja, hoe moeilijk is het nummer dat je hebt geschreven voor De Vijfde Boog Voor Geen Goud? Ik heb het niet geschreven, dat is Marlies van Bemmel. Die, okay. Ik zei, ik heb het ingedrumd en ingezongen. Hoe moeilijk is het? Het is wel pittig. Het is redelijk hoog. En ik vandaag ook zelf maar eens gekregen. Ja. Marlies voelde dat nummer zo door en dat wij moeten gaan inzingen. Mm-hmm. En dan doe dat werk met klikken op zo'n nummer. Ja, met dit nummer wel. Daarom had Marlies mij ook gebeld, omdat zij ook dacht van ik hoor daar Sjaan wel bij. De mensen van Sjaan Sushi en zo, de mensen van De Vijfde Boog. En Sjaan, hoe ligt het Nederlandstalig aan? Want is het de eerste keer dat je het staat? Nee, verrassend goed. Ja? Ik vind dat eigenlijk heel leuk om zo af en toe eens te doen in Nederland. Dus en ik krijg daar ook altijd goede kritiek op. Dus ik ga niet meteen zelf Nederlandstalig muziek gaan maken, maar ik vind dat wel tof om dat op deze manier af en toe te doen en daar wat van te leren, want je merkt dat het anders is. En? Je zit ondertussen in Idol, werk je aan mee? Je zit op GTV, Tobio, en Special, hè? Gint Morgen. Ja, is er nog tijd om muziek te maken en te zingen? Ja, eigenlijk wel. Ja. Alle tijd daartussen wil ik met muziek maken, nummers schrijven voor andere artiesten. Ook aan mijn eigen muziek ben ik aan het werken. Dus, wanneer mogen we dat verwachten? Dan zijn we misschien een primeur staan. Ik stel voor mezelf geen deadline. Ook gewoon omdat ik genoeg met andere dingen bezig ben. En als ik zeg van nu heb ik genoeg nummers om een hele straffe CD te vullen, dan zal ik zien. Ja, Bokrijk leeft een heel thematisch seizoen in het teken van De Vijfde Boog. Waarom moeten de mensen komen? Want ja, het is nog maar één dag nu en het is al een volle pret. Iedereen, er is één zin in ieder geval. Ik ga me straks ook een beetje popcorn gaan halen. Ik heb ook al geroepen. Wij gaan dus gewoon samen popcorn eten. En u kan gewoon komen. Kom wat dichter, beste. Want ik zal het nog een keer laten zien. Het is gewoon in Bokrijk dat u moet zijn. Het park is open vanaf 27 maart en tot en met eind september. We verwachten u. Tot de volgende.